En Bos blijft maar lekker meeknokken, ook over het rechte stuk. En kan met die laatste binnenbocht nog aanstaande heel dicht in de buurt van Kors blijven finishen. Hij komt er niet helemaal meer bij, maar het zegt iets over Kors. Het zegt een heleboel over Bos wat hier gebeurt, die in de vorm van zijn leven is. Kors wint, natuurlijk, 1.52.62. En dan is hij langzamer dan Zandstra en langzamer dan Siegel en verliest hij dus in het klassement. 1.53.16 voor Thomas Bos is een voortreffelijke prestatie van de Hagenaar. Het betekent zijn derde persoonlijke record op dit wereldkampioenschap. Want het stond op 1.55.22. En als je daar dik 2 seconden van afhaalt, dan doe je het uitstekend. Thomas Bos niet dan lof. Zandstra nog altijd 1, Siegel 2, Kors nu 3. Aoyanagi 4, verrassend, want heel goed. Thomas Bos 5, Dan Flame en op de 7e plaats voorlopig Rintje Ritsma.